Welkom bij deze nieuwe video hier op Back Sunday. Oké, ik weet, het is gisteren Back Sunday niet meer. Het is al maandag, maar dat maakt niet uit. Blij dat jullie weer zijn. Als jullie er zijn, smash op die like en subscribe. Zet post notifications aan, want we hebben een super zotte start gehad. Zoals jullie rechtsboven kunnen zien in het geld. En hoeveel al een heel lage game eigenlijk. Hoe kun je dat zeggen? Gewoon dat de game veel verkocht heeft en zo. Dus we gaan proberen nu hetzelfde te doen. Daarnet was het directieve. Ik denk dat die, maar dat was een footprints, was dat ook avontuur? Nou, ik ga straks moeten kijken. Want ik denk niet dat ze dat leuk vinden als het twee keer achter elkaar avontuur doet. Denk ik. Oké, dus we hebben een mega nice start gehad. Ik wil eerst nog wat meer onderzoek en geld creëren om voordat ik naar de volgende naar het volgende level wil overgaan. Zodat ik niet dezelfde fout maak als de vorige keer. Onze onderzoekspunten zijn al redelijk nice, wat dat goed is voor als er nieuwe onderzoeken, nieuwe research uitkomt. Oké. En wat hebben jullie allemaal gedaan vandaag? Zet er wel eens in de comments voor dat we deze nieuwe game Sailing Thieves Piraat Avontuur uitgeven. De lening gaan we moeten terugbetalen, want ik denk wel dat we die kunnen terugbetalen. Ja, 180.000, dat gaat zeker gaan. Het enige dat we nu eigenlijk kunnen doen is wachten op nieuwe onderzoeken. En terwijl wat games uitpompen. Oh, ik ga er kijk, onze directieve. Gamegeschiedenis. Die was ook avontuur. Dus die piraten. Hopelijk gaat dat nog maar iets anders. Eens kijken. Piraten. Zo niet te houden, denk ik. De volgorde moeten aanpassen. Dus. Anders denk ik dat we zo gaan moeten gaan dan. Ik denk dat dat beter is. Want sci-fi is actie. Dus actie, simulatie, avontuur. Dit is ook simulatie. Ja, veel. Dus actie, simulatie, avontuur. Simulatie, actie, avontuur. Ja, ik denk dat we gewoon van links naar rechts. Dus de volgende dat we gaan maken is vechtkunst van films. En dan gaan we in het vervolg gewoon zo erdoor gaan. Alright. Game reviews zijn binnen. Oké, ja, we gaan nu sowieso geen top game maken als de rest, omdat ja, we hebben nu al zo'n top game gemaakt, dus nu moeten we die top game overtreffen. Dus dat gaat wel niet direct gaan. We kunnen wel een game rapportje genereren. Alright. Ik hoop dat er snel wat nieuwe onderzoeken komen, want dan kunnen we die onderzoekspunten gebruiken. En dan zijn we direct ook mee, dus ik ga dan gewoon al zeggen van begin maar direct dat nieuwe. Dus ik ga nu gewoon nog de loop zo verder afwerken, dus vechtkunst, volwassenen, actie. Is er nog iets anders goed eigenlijk? Denk het niet. Street Fighter. Dat is het eerste dat mij opkwam. 21%, oké, dat is nog mooi. Nu ja, moeten we eigenlijk gewoon een beetje doorspelen en wat verder gaan in de tijdlijn van de game, zodat er nieuwe dingen komen. En zien waar dat we gaan komen. Hopelijk, maar dat we zo'n start hebben gehad, hoop ik wel dat we echt ver kunnen raken. Ik hoor dat zo'n indicatie was van Nu ga je het halen, nu ga je het maken. Maar ja, dat zullen we wel zien. Hangt af hoeveel dom beslissingen ik nog maak. Die mag wel lager, maar dat die zo heel laag is. Ja. Oké. Veel AI, dus deze zou meer tech moeten hebben. Oké. Werelddesign ongeveer hier. Dat daar. En dat. Daar. Ja, I like it. Oké.
Mediaonderzoek. Oké. Oh, oké, ik moet niks beantwoorden. Oké, is goed. Maar zie, komt er dan volgende week hype? Oké. Zijn benieuwd. Oké, ja, oké, nu komt er hype. Het is maar 6 hype, want het is beter dan geen hype. Bugs zijn fixed, want het is. Oei, oei. Dat is raar. Een actiegame die meer design is dan tech. Dat zit toch een beetje scheef. Al die level-ups, holy damn. Bing, 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 bing. Waar komen al die onderzoeken opeens? Wat? Oké. No, 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 no. Onderzoek. Kopieerbeveiliging. Oké. Hoezo komen er opeens... Dat waren er toch ineens... Ik weet niet hoeveel. Dat we... Zijn die altijd in zo'n grote groep? Nee toch? Och ja. We hebben geld. We hebben wat onderzoek. Waarschijnlijk niet genoeg. Voor al die dingen. Dan ben ik heel zeker dat we niet genoeg gaan hebben voor allemaal. Wat kunnen we... Oké. Wat kunnen we nog onderzoeken? 3DV1. Gameplay, verhaallijn... Dit is als 30, dat is 40. Oké, ik kom nog een beetje tekort. We moeten op zich wel kunnen halen met nog wat maandelijkse contractjes. Ik wil een hele hoop terugkopen, graag. Ja, oké. Dan zit ik ook onder 1 miljoen, dan gaan ze niet meer vragen van... Wil je naar het volgende level? Want nee, ik wil dat nog niet. Govedor slaagt er niet in een hogere prijs er alternatieven. Oké. De G46 gaat van de markt gaan omdat ze het niet meer kunnen halen. Omdat de technologie, hoe dat hun CPU's en zo zijn gebouwd, is niet zo heel efficiënt meer in vergelijking met de gewone PC's. Oké. Okay. Ik nou dan ook zo. We kunnen nog een ding maken. Een game rapport voor onderzoekspunt, maar ik weet wel niet. Die gaan waarschijnlijk niet genoeg meer geven. Game rapport, we zullen zien hoeveel dat ons geeft. Ik hoop niet dat dat ons 10 punten gaat geven. Nee, ver van. Wat 3? 5? Oh, toch nog 7. Deftig. Dus dan kunnen we nog simpele cutscenes en dan komen we er 1 tekort. Wauw. Typisch. Oké, en dan kun je direct een heel nieuwe game engine maken. Die dan weer super veel beter is. Misschien kunnen we eerst nog eerst een nieuwe game. Wacht, dus we gaan eerst nog een nieuwe game maken. Dat was films en dan kunnen we heel de cycle opnieuw beginnen. Simulatie. Deze. En dan, weet je, gewoon voor de fun, Windows Movie. Nee, wat? Movie Maker. oh ja, wacht. Oh nee, we hebben die kopieerveiling 1 er nog in zitten. Oké, dat was niet zo slim. Kan eerlijk zijn, dat was niet slim. Maar oké, niet aan te doen. Het is nu al te laat. We kunnen niet binnen het maken van de game. Kunnen niet zijn van oké, ho, stop. Dus we gaan nou nu moeten afmaken. Dit nog een beetje hoger, oké. We zullen wel zien hoe dat eruit komt. Waarschijnlijk gaat het ook niet zo goed zijn met al die nieuwe technologie dat, dat uitgekomen is. En mijn headset gaat platvallen, dus ik ga deze heel snel even insteken. Terwijl dan zij dit doen. Jij gaat daarin. En jij gaat hierin. Hups. Oké, ik weet dat je het USB-apparaat niet herkent, maar dat maakt mij niet uit. Right, let's go. Dat licht van mijn camera zit ook nog goed. Oké, we hebben geen disco-camera. En we hebben wel veel punten bijgekregen. Waarschijnlijk omdat al die dingen level up zijn gegaan. Oké, laatste bug eruit. Oh, weer meer design dan tech. Dat is wel raar. Hoezo hebben we meer design dan tech? Beter. Oh, oké, we hebben direct nog. Betere dialogen. Zijn er nog 35 nodig?
Nog 10 dus. Oh, wat? Wat? Ik heb nog niet eens een nieuwe game engine gemaakt. Wat? Dat is nog maar... Ah, ik snap dit niet. Ik heb nu weer een game gemaakt van 9.75. Hoe dan? Hoe dan? Hoe kan dit? Wat? Oké, okay, I'll take it. I'll take it. I'm happy. Holy damn. Nee, nog niet. Wat? Oké. Okay. Hier klopt iets niet. Er zit hier een luchtje aan, om het zo te zijn. Dit is zo vreemd dat ik nu al terug. Hoeveel tijd zat er tussen? Hier, zet erbij. Jaar 4, maand 2. Jaar 4, maand 2. Jaar 5, maand. Ik heb op een jaar en een maand. Weer. Wat? Oh, ik vind het wel awesome, though. Damn. Ik denk dat ze het zo goed willen maken voor al die keren dat ik daarnet heb geprobeerd. Zo, dat ik ze de hele tijd opnieuw begon en zo. Kijk, wat heeft dit effect? Dat geeft nogal een gelig effect. Maar oké, ik ga het er gewoon mee doen. Right, vind contractwerk. We gaan deze nog even doen. Ruis blijkt heel belangrijk voor dit. Is een uitstekende combinatie. Ik had er zelf niet op gelet dat dat aanstond. Alleen krijgen we al niet zoveel omdat er nog een kopieerbeveiliging V1 in zit. Anders zouden we nog meer verdienen. Ik weet wel ook niet wat dat die... Ah, die dividend is waarschijnlijk van... Ja, van die... Dat we niet 100% van ons eigen bedrijf hebben. Kom maar, serieus? Mag ik dat ene onderzoekspuntje niet? Dat is gemeen. Geef me het onderzoek. Onderzoek. Ja, dank je. Right. Onderzoek. Level editor. Ik kan eigenlijk niet wachten tot de PlayStation Nederland al uitkomt. 1,8 miljoen, damn. Wij zijn goed bezig, jongen. Oké. Okay. Oh, een voorstel. Waarschijnlijk Agent Blowfish. Ja. Speciaal onze agent om wat informatie te lenen. Oké, okay, wat heb ik onderzocht? Naar dief. Oké. Okay. Come on. Finish. Alright, oké. Okay. Dus geen nieuwe onderzoeken. Thema's ook niet. We hebben wel een gratis nieuw thema gehad. We gaan gewoon direct die engine maken. Zo. Simpele cutscenes. Betere gebruikerservaring. Betere dialogen. Zo, kopieerveiling V2. Game engine nummer 3. Want die namen daarvoor maken mij echt niet veel uit eigenlijk. To be honest. En nu hopen dat er niet direct nog een nieuw ding uitkomt. Plop, plop. Ja, het gaat wel. Ja, het gaat wel niet zo snel vooruit gaan, dat wel. Maar dat ik alleen ben ook. Het zijn al redelijk wat punten voor op jullie alleen te doen. Nee, ik wil dat nog niet. Ik wil echt een hele hoop geld voordat ik doorga. Sorry. Ik wil echt heel veel geld voordat ik terug doorga. Want ik wil goed kunnen voor. Dus ik wil. Wat ik wil kunnen doen is in level 2 heel stukjes kunnen op mijn alleen nog doen. Misschien één iemand kopen. Samen. Nou. Even op mijn alleen. Één iemand kopen. Samen gaan. Dan als ik terug veel geld heb, nog iemand kopen en die oude vervangen. Zodat ik. Ah ja. Want upgrades, mensen trainen, dat kost onderzoek. En die onderzoek kunnen niet spenderen aan mensen trainen. Wat heb je nodig voor mee te gaan met je science, alleen met alle onderzoeken. Met alle nieuwe technologieën die ze uitbrengen. En vooral de DMR, dus de kopieerbeveiliging. Daar moet je zeker op kunnen meegaan. Maar damn. Oh, ik ben er echt... Ik kan het echt niet begrijpen dat we zoveel geld hebben nu al. We zijn in jaar 6. Like, what? Dat is echt insane, hè? School. Waarom weet ik dat dat niet goed is voor volwassenen? Wat? Tik een nieuwe game. Dief kunnen we nu ook doen. Zou ik dat ook in de cycle steken? Wat zou dief zijn?
Zou dat simulatie zijn? Heb je al een keer. Nee. Actie. Avontuur. RPG. Strategie. Nee. Wat zou het dan zijn? Dief. Ik heb eigenlijk echt geen flauw idee wat dat zou zijn. Dus ik wil dat nu niet doen. Ik ga sci-fi doen. Iedereen. Op de PC. Game Engine 3. En dan. Hoe gaan we dat noemen? Next gen tech. Want technologie heb ik niet al zeggen. Nee, oké. Okay. Next gen tech. Science fiction actie. Volgende. Zie je zo. Mooi, mooi, mooi. Betere gebruikerservaring, simpele cutscenes. Zo, ik voel, ik zie, ik merk wel echt dat het licht vermindert. Ik merk dat echt. Ik wil dan. Ik heb sowieso liever een lineair verhaal in een game. Toch zeker in gewone singleplayer games. Heb ik toch liever een lineair verhaal dan simpele cutscenes. Of niet? Dit dan ga ik er gewoon simpele cutscenes erin zetten. Ik weet niet of dat effectief invloed heeft erop. Sowieso wel goed. Want dat is gewoon, ik wil simpele cutscenes er nu in zetten omdat dat die nieuwe technologie is. En ik denk dat ze dat leuker gaan vinden om te zien dan een lineair verhaal. Denk ik, hoop ik. Ik weet het niet, we zullen zien. Right. Het gaat wel niet zo snel vooruit. Betere AI moet dus ook nog komen. Zo. Ja. Ik ga er wel nog even drinken. By the way, als jullie hier nog zijn, nu op dit moment, sowieso anders kun je dit niet horen. Ik weet, dat blijft er. Ik vind het raar om te zeggen van als je dit hoort, want als je het niet hoort, zou die niet zijn. Maar dus, je zijt hier nog. Dan is de kans groot dat ik op dit moment dat je dit aan het kijken ben, als het s'avonds is. Nee hoor. Als het kijkt nadat hij direct is upgeload, ben ik aan het streamen. Als je dit op een ander moment kijkt, ga anders ook eens naar Facebook. Typ erin Wolfbullet. En daar heb ik ook een Facebookpagina. Ik denk dat hij ook in de beschrijving staat. En dan kun je, als je daar volgt, kunnen zien wanneer ik livestream. Ik stream in het Engels en het Nederlands. In het Nederlands als ik mijn handen speel. En in het Engels als ik gewoon op mijn alleen speel. En in het Engels, waarom vragen ze van waarom de hel spreek. Opnieuw. Mm-hmm. Waarom streamt jij in het Engels als je Nederlandse video's maakt? Dat is omdat ik in streamen meer mensen kan bereiken in het Engels. En als ik bijvoorbeeld. Ik denk dat het daar in de stream minder erg is om bijvoorbeeld een keer in het Engels te streamen en in het Nederlands dan dat je op YouTube een keer in het Engels en een keer een Nederlandse video maakt. Want als ik mijn YouTube bijvoorbeeld volledig in het Engels doe, dan kan ik het niet meer opnemen met Andy. Niet dat hij geen Engels kan, maar even in het Engels opnemen heeft hij heel zelden goestingen. Dus vandaar dat ik gewoon dit in het Nederlands hou. Nee, stop eens aan! Wacht tot ik 3 miljoen heb. Dan moet ik nog een keer komen vragen. Onderzoek. Casual games doe ik nooit. We kunnen al direct een nieuwe game uitpompen. Racen. Oh, dat gaan ze leuk vinden. Simulatie. Op de PC. Racen is voor iedereen, uiteraard. En dan, Engine Raw. Ik denk dat ik al zo'n game heb gemaakt, maar maakt niet uit. Iedereen, ja, dat staat goed. Aan het begin ontwikkeling. Dan gaan we nu normaal zien de reviews binnenkrijgen. Boy, dat meen hij toch niet. Ah, oké. Okay. Oké, het gemiddelde is een. Geen 9, want het is een 8,75. Oké, dacht dat ik even weer zo'n game ging krijgen met 10, 10, 10, 10, 9. Dat zou echt een scene geweest zijn eigenlijk. Hier kon ik ze wel al een 2 insteken, ja. Zo. Ja, zo. Goed zo.
Right. Oh, damn. We zijn nog maar 20 minuten. Ik heb nog 10 minuten. Awesome. Oh, we zijn echt redelijk ver geraakt in deze video. Holy damn. Oké. Het is simulatie. Normaal zou de tech omhoog moeten gaan, maar ik vind het raar. Dat ik zo'n goede balance heb. Normaal zou die balance bijvoorbeeld veel meer naar tech moeten hangen nu. Maar oké. Misschien dat hij nu nog er meer. Maar normaal gezien, ik heb 300, 300 dus. Wanneer ik begon te spelen had ik geen idee wat ik kon verwachten. Een game straalt van technologische uitmuntendheid. De ontwikkelaars weten duidelijk wat ze aan het doen zijn. Wel, wat kan ik zeggen? Stop met lezen, start met spelen. Nice. Hij gaat de game, de cel omhoog. Met nog redelijk veel. Ja, weer meer design. Er klopt iets niet. Normaal gezien moet je meer tech hebben. Er zit iets scheef. Er klopt iets niet. Dat klopt niet dat een simulatiespel meer design is dan tech. Maar oké, I'll take it. Ik ga trouwens die lamp aanzetten, want het begint hier vrij donker te worden. Een nieuw designrecordje. Mijn grafische 3D is ook level up. Mooi. We gaan gewoon al een gamerapport genereren. Ik kan dat blijven van tevoren vergeten doen. Oh mijn gast. Een 8. Een 10. Elke game. Wacht nee, hoeveel. Oh. Wow, ik weet niet meer. We hebben nu al 4 games gehad met tienen. Die een 10 gereed we. Allee ja, een 10 kregen van een persoon. Dat is toch zot, jongen. Wat raar dat ze nog niet zijn terugkomen vragen van: wilt je een stuk van je bedrijf niet terugkopen? Want dat zou ik eigenlijk wel willen doen. To be honest. Dat ik terug 100% van mijn eigen bedrijf heb. Maar ik vind het wel. Oh, ik heb 3 miljoen. Holy damn. Voordat ik dat niet meer moet doen. Dat dividend. %, oké. We gaan we nog één maken, hè. Dus directieven nu. Iedereen. Simulatie. Nee, avontuur. PC. Niet footprints, maar ik heb echt geen naam. Als jullie altijd nog leuke namen hebben voor games of voor dat kan maken, mogen ze ook altijd in de comments zetten. Dan zo van noem een keer zo'n game zo. En dan wil ik dat gerust doen, als ik het niet vergeet. Tenminste, maar waarschijnlijk niet. Bijvoorbeeld, nu zouden jullie kunnen zeggen: Sherlock, maar dat wel goed geschreven. En dan noem ik die game Sherlock, maar ik heb nu geen inspiratie, dus ik noem het gewoon Connecting Pieces. Oké. Van de stukken van het onderzoek bij elkaar leggen. Daar komt het op. Nee, die betekenis erachter. Misschien niet zo heel duidelijk. Maar ja. Als het speelt, zullen we het wel snappen. Maar je kunt de game niet spelen, want het wordt gemaakt hierin. Maar allemaal niet belangrijk. Oké. Man. Oeh. Het zit nu echt veel minder tens in met dat ik zoveel geld heb, dat is echt zot. Wat geen is, nu kan zijn dat misschien dat geld geen probleem wordt, maar dat onderzoek een probleem wordt. Dat kan wel. Dat ik zo later geen geldprobleem heb, maar dat ik gewoon puur in onderzoekproblemen ga zitten. En onderzoek kun je niet kopen. Dat kun je alleen maar verkrijgen door dingen te doen. Maar ja, dat zullen we wel zien, hè. Deze hier, die daar. Ja. Ja, je ziet wel dat de verhouding heel goed zit. Heel veel design voor een avontuurgame, dat is normaal, dat is zo.
Ik koop 30% terug. Mooi, mooi. 75 onderzoeks. Damn! 75 onderzoekspunten. Nee, als jullie hier nu nog zijn, zeg mij, of ik ga zelf proberen een beetje onderzoek te doen, dat ik misschien tegen volgende week kan beslissen of dat ik nu wel naar het volgende kantoor ga of niet. Ik heb 3 miljoen op dit moment. We zijn heel goed op dreef, maar ik wil nu niet wegsmijten door naar een nieuw kantoor al te gaan. Want ik weet niet of dat al slim is om te doen. Ik heb 3 miljoen, dus op zich is dat meer dan genoeg. Maar ik ga het houden voor minstens de volgende video. Want we zitten nu ook om tijden om nu al naar de volgende level te gaan, is ook niet zo nuttig. Zeker op videobazen niet. Onderzoek, zijn er nog geen nieuwe dingen bijgekomen. Voor nieuw thema's vind ik het ook niet nodig om dat te doen. Nee, game engine moet ik niet hebben. Oh, we kunnen anders al game rapport genereren. Gast, weer een 10, dat meen hij nu toch niet? Gast, doe normaal. Elke game heeft nu al een 10 gehad. Wat? Dat is echt zot, jongen. Nou, hoeveel games zijn nu al een, rate, een 10 rating gehad van iemand? Holy damn. Alright, dus nu gaan we naar films, zodat we niet twee keer avontuur achter elkaar hebben. Dus nu hebben we simulatie, actie, avontuur, actie, simulatie. Oké. Ik denk dat dat alhoewel kan eigenlijk misschien beter nu zo vechtkunst dan simulatie. Dat zo de hele tijd hetzelfde zijn, maar andere thema's. Dat we zo gaan. Misschien is dat wat beter. Ja, vechtkunst. Ik ga het zo doen. Actie. PC. Game Engine 3. Mortal Kombat. Voilà. De eerste Mortal Kombat gaan we al maken. Geen idee welk jaar dat we zitten, maar waarschijnlijk is het veel te vroeg. Want ik heb eigenlijk echt geen flauw idee wanneer dat Mortal Kombat... De eerste game daarvan is uitgekomen. Eigenlijk is het flauw idee. Zo. Ja, dat is goed, hè? Toch? Ja, voilà. Mooi, mooi. Oké, en we zitten op 28 minuten. Oeh, er zit... Ah ja, dat is nog wat meer promotie voor die game, die nu normaal gezien goed gaat verkopen. Nee, hij gaat er niet boven gaan. Oh. Ja, aanbod. Sabotage. Nee, want ik heb geen idee wat voor invloed dat heeft. Wat daar? We hebben nog meer dan 4 miljoen. What? Maar ik wil heel mijn bedrijf terugkomen in één keer gewoon. Dat ze zeggen van wil de 30% terug? Nee, ik wil alles terug. Gewoon alles. Dan moet ik die 1.7k denk ik niet meer betalen. Ik denk dat dat daarop slaat. Alright, crafts naar omhoog. Dit naar daar. Design naar... Daar. Alright. Oké, en nu hopen dat er nog wat meer tech bij komt, want er zou in principe voor actie zou er wel wat meer tech mogen zijn. Nee, geen bolletjes extra. Geen bolletjes extra, oké. Nee, we gaan al 90 onderzoek. Damn, we zijn ook goed bezig met onderzoek op te sparen. Ja, man. Awesome, dit is echt de perfecte einde eigenlijk. Hopelijk... Oeh, oei. Wat? Nee, dit snap ik nu niet. We maken zo goede games en nu krijgen we opeens dit. Heb ik iets verkeerd Zou me niet verschieten, moest ik iets verkeerd aangeklikt hebben. Heb ik iets verkeerd aangeklikt? Vechtkunst, actie? Nee.
Hoezo? Oké, ja, kun niet altijd even goed doen, hè? Wel. Hoeveel games gehad? Twee. Wat, hè? Dus. In deze video. Eén die een rating van 10 had. Twee. Drie. Vier. Vijf. Vijf games die van iemand een 10 sterk. Een 10 van rating kregen. Dat is echt zot. Oké, geen idee wat er nu misging met die laatste game, maar maakt op zich niet uit, we hebben 5 miljoen. Bijna. Wat echt ongelooflijk is. Maar mensen, ik bedank jullie om hier te zijn. Hopelijk hebben jullie genoten. We hebben echt insane veel geld verdiend, maar echt insane. En ja, hopelijk zie ik jullie dan bij de volgende video terug. Want deze grind gaan we misschien eindelijk voltooien. Eindelijk, we hebben nog een lange weg te gaan voor helemaal naar het einde te gaan, maar we hebben al een zot goede start gekregen. Dus ik hoop dat ik jullie zie, ofwel op Facebook in de stream, ofwel in de volgende video van Call of Duty, iets waar ik zin in heb om op te nemen de zaterdag, ofwel van deze game. Bedankt voor het kijken. Peace. Until you find your